Ik dacht net nog, oh, lekker rustig, maar daar ondertussen zit de hele zaal helemaal vol. Oké, nou, welkom iedereen. Ik wil vandaag wat vertellen over SKF. Normaal gesproken stond er OWASP SKF, nou staat er gewoon alleen SKF, omdat het niet meer is, nou ja, SEC van OWASP is. Ik geef zo meteen nog een ritje down memory lane hoor, maar tegenwoordig werken we ook samen met de OSSF, Open Source Security Foundation. Dat is van de Linux Foundation. Dus daar werken we tegenwoordig ook mee samen. Dus is het eigenlijk meer OSSF/OWASP-SKF dan alleen OWASP-SKF. Dus vandaar dat er nou SKF staat. Wees niet bang, het is nog steeds open source. Oké, wie is er bekend met OWASP überhaupt? Oké, top. Ja. Nou ja, voor degenen die het niet weten, OWASP is de Open Web Application Security Project. Het is een non-profit organisatie wereldwijd. Dus allerlei security enthusiasts die komen daar bij elkaar. Die maken leuke projecten samen, waaronder dus ook bijvoorbeeld de SKF. Je kent misschien de OWASP Top 10 wel, of Z-Attack Proxy. Dat is een beetje de open source tegenhanger van Burp, zeg maar. Waar ZAP zich wel de laatste jaren meer gefocust heeft, echt puur voor developers en automatisering, zeg maar. Ook als je kijkt naar het hele automation framework wat om ZAP heen gebouwd is en hoe je direct met een Python script tegen de API aan kan communiceren om bepaalde processen te automatiseren. Dus ZAP is wat meer de automatisering kant op gegaan, waar het ook wat gemakkelijker te gebruiken is in CI/CD pipelines, schaalt wat beter. Daar zou je bijvoorbeeld OWASP van kunnen kennen. Of bijvoorbeeld de ASVS, daar ga ik het vandaag ook nog over hebben. Als we het een beetje over je shit lingo bingo gaan hebben, is het ASVS Application Security Verification Standard. De vloek van OWASP is een beetje dat het veelal bekend is vanwege de OWASP Top 10. En je ziet daarmee ook dat heel veel bedrijven OWASP Top 10 ook gebruiken als de standaard voor security. Van we zijn OWASP Top 10 compliant, dus we zijn secure. Maar goed, neem dan zoiets zoals de ASVS. De ASVS heeft 281 security controls voor in-depth security, zeg maar. Dus vandaar dat we graag zouden willen zien dat mensen wat meer vanuit OWASP Team bewegen naar dingen zoals de ASVS, zeg maar. De OWASP Team wordt veelal gebruikt als een reclame dingetje. In theorie was het vandaag de bedoeling dat mijn broer ook bij was, mijn broer was er vandaag helaas niet bij, dus vandaag doen we deze tenkaten. We zijn ongeveer, pak een beet, als ik zo meteen de screenshots erbij pak, vanaf 2014 zijn we dit begonnen. Eigenlijk was het een beetje, we merkten, we hebben allebei een pentest achtergrond. We merkten een beetje van, veelal als we met developers praten en we zeggen, we hebben het bijvoorbeeld over het mitigeren van SQL injections. Dat we dan begonnen van, je moet geparametriseerde queries gebruiken om ervoor te zorgen dat je geen SQL injection hebt. Idealiter als defense hebt dat je ook dingen gaat doen zoals proactive controls, zoals type checking, length checking, whitelisting, waar komen al dat soort dingen meer, weet je wel. We kwamen dus achter, veelal als we die gesprekken hebben, we herhalen onszelf keer op keer. Dus toen dachten we van, laten we iets van een framework maken waar je heel simpel requirements mee kan genereren. Dat je zegt klik. Komt de subset aan requirements uit en dan weet de developer ongeveer wat hij moet doen. Ik kan hard vragen stellen en ik ben niet bang om hard vragen te stellen. Samen met mijn broer, dat is wel grappig, dus dat doen we al sinds 2014. Dat is een beetje de backstory van hoe we daar ooit mee zijn begonnen. En ondertussen is het helemaal uitgegroeid. Er komen steeds meer nieuwe features bij. En we zijn ook vooral richting education kant op aan het gaan. Omdat we gewoon, het initiatief initieel was dus ook vooral education, secure by design. Voordat je überhaupt code gaat schrijven, heb je al een indicatie van wat zijn dan je pitfalls? Wat zijn je valkuilen? Maar nu gaan we ook meer effectief de kant op. Hoe ga je je code nou ook testen en dat soort dingen, daar komen we zo op terug. Mijn broer heeft altijd een heel cool achtergrondverhaal dat zegt, toen ik dit was, merkte ik de Unreal Tournament Engine en ik maakte één bot. Dus dat is een beetje zijn origin story. Mijn origin story was, mijn broer is een goede 4-5 jaar ouder en die was ook een stuk groter dan mij. Dus hij zei ergens een keer 10 jaar geleden, hey dude. Beter leren programmeren, anders slaat je. Dus vandaar dat ik hier nou sta. When it comes to technology, this messiness.
often exhibits, it often shows up as a problem space being overconstrained. Nou, ik had al een beetje wat weggegeven over de achtergrond van SKF, zeg maar. Dus het begon een beetje met requirements design. Nou, uiteindelijk zijn we daar ook wat codevoorbeelden bij gaan maken van oké, hoe zou dan secure code eruit kunnen zien, hè? Want wat merk is, en dat zien we bijvoorbeeld ook met OCSF, we hebben een speciale working group die zich puur en alleen bezighoudt, oké, hoe zorgen we ervoor dat mensen in hemelsnaam stoppen met shit te copy-pasten van Stack Overflow, wat gewoon by default gewoon kwetsbaar is, zeg maar. Dus dan dachten wij van, oké, misschien dat we ook iets van secure code voorbeelden kunnen leveren, waar we nu gaandeweg achter komen dat het best lastig is, hè? Want die hebben in het begin geschreven met de beste intenties en we hoopten dat er meer volunteers op zouden springen, mensen die zouden komen helpen. Als we dan 6-7 jaar later waren nog steeds ik en mijn broer die voornamelijk het meeste werk deden, dus we kwamen erachter dat dat redelijk moeilijk te onderhouden is. Maar we krijgen nou dus wel meer hulp vanuit Linux Foundation ook, dus waarschijnlijk dat we dat ook weer gaan reviven. Dus kwamen we dus met codevoorbeelden, maar dus ook, als je dus de ACVS gebruikt, je hebt daar een subset aan security requirements, je weet van tevoren, oké, laten we zeggen, je hebt een use story, daar heb je een subset aan acceptance criteria op, voor gewoon functional, the definition of done. Maar het zorgt dan ook dat je daar die security requirements in gaat gooien als de acceptance criteria for security. En als je die formeel hebt beschreven in iets zoals bijvoorbeeld een use story of een RFP of wat je proces intern is, dan heb je dus ook concreet dingen waar je geautomatiseerde testen voor gaat schrijven, right? Je wil natuurlijk de happy flow testen, maar je wilt natuurlijk ook de flow testen, je code, when shit hits the fan, wanneer dingen niet gaan zoals je bedoeld hebt, dat je die dingen ook continuous afdekt. Want wat we bijvoorbeeld ook wel eens zien, en dat merkte ik nog een beetje vanuit de bug bounty tijd, zeg maar. Er wordt een issue opgepakt, die issue wordt opgelost, ergens doen men een rollback en ze introduceren dezelfde issue weer. Online. Ja, weet je, als je daar nou een test voor had geschreven, dan had je dat afgekaderd. Gezondheid. En dan komen we aan de linkerkant van de zaal en daar zie je dus ook dat we dus ook steeds meer zijn gaan doen met training. De grap is, als je dus SKF gebruikt, als je dus naar je hele software security development lifecycle gaat kijken, en je gaat dus zeggen van oké, we gebruiken die acceptance criteria for security, daarmee gebruiken we ACVS. En als je dan later nog een keer testen gaat doen, dan zul je ook zien, waarschijnlijk is er misschien ergens een technical app. Misschien dat mensen heel veel XSS introduceren, whatever, en dan heb je dus ook een idee van met al deze metrics, met onze governance, ik had een beetje gebruikt als een governance framework, dan weet je dus ook oké, wat voor type trainingen moet je mensen dan nog gaan geven om te leren van vroeger had je dan XSS binnen een bepaalde context, had je een bepaalde manier van encoding nodig. Dus als je gebruikers invoert tussen HTML elementen hebt, dan heb je een ander type encodering nodig wanneer gebruikers invoert en een style attribute komt of een gebruikers invoert en een href tag komt. Als je dus een HTML-element hebt, dan zeg je oké, dan moet je die meta-karakters gaan encoderen, right? Ervoor te zorgen van het kan JavaScript geëxecuteerd worden, maar als gebruikers invoeren en een href-tag terechtkomt, dan zeg je oké, JavaScript, dubbele punt. En dan al die meta-karakters die je dus normaal gesproken zou gebruiken voor je encoding, die zijn dan niet meer van toepassing, dus je hebt een andere strategie nodig. Nou, zo heb je dat nu ook met de introductie van mixed rendering bijvoorbeeld. Soms heb je een applicatie, mensen gooien daar wat view doorheen. Nou, je hebt dan de templating engine, die pakt dan binnen de juiste context de encodering op. Maar dan daarna probeert view nog een keer, als je view include bijvoorbeeld zo'n plasje te doen over de expressions die applicatie binnenkomen. Als je daar dan geen rekening mee houdt, dan heb je volgens nog weer XSS, maar dan door middel van die template expressions te misbruiken, zeg maar. En als je dat dan detecteert, je ziet we zien hier dat die technical debt er is, dan zie je het is tijd om mensen trainingen te gaan laten volgen. Dus vandaar dat we dus ook steeds meer dat stukje training zijn gaan uitbreiden. Binnen het security framework, omdat we zien gewoon dat die gap er is en mensen maken nog steeds diezelfde fouten over het algemeen. Dus training is het allerbelangrijkste. Want mensen zijn uiteindelijk de allerbelangrijkste assets. Je kan wel een hele hoop gaan proberen weg te automatiseren, maar dat lukt natuurlijk niet voor al je aanvalsvectoren. Zeker niet als we het dan gaan hebben over flaws in business logica überhaupt. Hoe gaan we dat automatiseren? Dat kan niet. En dan
het meest klassieke voorbeeld wat daarbij hoort, zeg maar, is, hey, stel nou, ja, ik heb een applicatie, user ID is 1, dat is mijn persoonlijke informatie, maar dan verander ik ID 1 naar ID 5, en ik zie die meneer zijn informatie daar. Is dat een kwetsbaarheid? Wie denkt dat een kwetsbaarheid is? Exact, ik hoorde ergens licht eraan. Dat hangt dus af van de business context van die applicatie. Dus stel nou dat het een medische applicatie is en het is echt mijn medische informatie, ja, dan hebben we best wel een probleem, denk ik. Maar als het iets is zoals een social media pagina en mijn profiel hoort open te zijn, ja, dan is dat geen flaw, zeg maar. En dus dat soort type vulnerabilities, ja, kun je dus ook niet testen met automatisering over het algemeen. Dus vandaar dat ik ook zeg, nou ja, mensen zijn de meest belangrijke asset. Je wil ervoor zorgen dat je die echt goed getraind hebt. Want ja, het aanvalsoppervlakte tussen injection flaws, misconfiguration, dus dingen die je veelal geautomatiseerd kan testen, versus flaws in business logica, dat zit ongeveer 50-50 ergens. Dus je moet je mensen gewoon getraind hebben. Dus vandaar dat we ook steeds meer aan het bewegen zijn. Oké, hoe zorgen we ervoor dat we mensen al die context meegeven en dat ze getraind zijn. Dus dit is een beetje het levensloop van het security framework. Nou, even een stukje way back machine, zeg maar. Wat op zich wel grappig was, in 2014 zag het er dus zo uit. Toen was het nog een PHP-MVC applicatie met de HTAccess rewrites, zodat die URL er knap uitzag, zeg maar. Nou ja, ik zeg het ook niet geheel zonder context, omdat we dus nu weer bezig zijn met het hele framework opnieuw te bouwen voor de vierde, vijfde keer. Nou, toen werd het uiteindelijk een OWASP-project, dus dan zag het er zo uit. In principe was de stack die erachter zat exact hetzelfde, alleen ik heb al mijn CSS-skills gebruikt om het een OWASP look and feel te geven. Nou, hier kun je al zien dat er iemand kan helpen met het grafisch design. Hier werd het al iets gelikter. Hier zie je dus ook, het verandert een beetje. Dus daar komen de code-examples, die komen er al bij. De knowledge base komt er al bij. En al dat soort dingetjes. Nou, dan tegenwoordig ziet het er zo uit. En als je nou kijkt naar het menu, gezondheid, zie je dus ook van, de labs zijn er al bijgekomen. De training is erbij gekomen. Dus de grap is, eerst zijn we die labs gaan bouwen, omdat we dachten, nou, het is handig om kleine geïsoleerde sandboxed omgevingen te hebben waar we mensen één type vulnerability kunnen aanleren. En dat is een beetje ontstaan vanuit, toen ik zelf nog heel erg aan het leren was hoe ik moest hacken. Wat ik veel al deed was, ik pakte die boxes op Vulnerhub. En ik had geen flauw idee, je kent de meme al van die hond die achter die laptop zit, die zei, I have no idea what I'm doing. Nou, dat was ik dus ook. Maar wat ik gewoon deed was, ik volgde vooral de write-up. En vanuit de write-up kreeg ik een idee, oké, dit is hoe mensen scannen. Dit is hoe mensen aanvallen detecteren. Dit is hoe mensen de exploits doen. Dus nadat je dat 20, 30 keer gedaan hebt, dan heb je een beetje een idee van, dit is ongeveer de scope van waar ik naar kijk om dingen aan te vallen, zeg maar. En dat gevoel heb ik, tenminste hebben we een beetje geprobeerd te reproduceren in de lab, zeg maar. Dus je hebt een lab, die kun je opspinnen. Je hebt een geïsoleerde omgeving, daar zit één vulnerability in. En daar krijg je dan ook een stukje write-up bij die jou dan leert van, dit is hoe je reconnaissance doet. Dit is hoe je dat kan herkennen als je het in het deel tegenkomt. En dit is hoe je het kan exploiten, zeg maar. Nou, toen uiteindelijk zijn we in collaboratie met de ING, hebben we daar een hele training omheen gebouwd. Naarmate we steeds meer content hadden, dachten we, wat best wel interessant is, is, je hebt binnen OWASP nog een ander project, dat is de WSTG, de Web Security Testing Guide. Web Security Testing Guide legt perfect uit hoe je bepaalde aanvallen moet uitvoeren op verschillende omgevingen. En toen dachten wij, wat wel interessant is als wij die content kunnen hergebruiken, dan kunnen we dus daar waar hun uitleg geven over een bepaalde aanvalsector, kunnen wij wat hands-on labs aanbieden om dus voor te zorgen, je hebt erover gelezen, maar nu heb je het ook gedaan. Dus zodoende, zo is dat trainingsonderdeel een beetje gegroeid uiteindelijk, zeg maar. Want ja, we hadden de omgevingen toch al, dus dan dachten, hoe nice is het? Dat we dan ook bij het lezen wat meer hands-on ervaring kunnen aanbieden. Inderdaad dus. We zijn ook dus aan het collaboraten met de Open Source Security Foundation. Daar hebben we dus een subset aan gezondheid trouwens. Volunteers bij gekregen. Dus we hebben nou Randall, Anthony, Okiki en Peter. Dus die zijn al bij onze core group bijgekomen. Die zijn dus ook echt aan het helpen van hoe gaan we het verder ontwikkelen. Want je ziet gewoon,
Daar zitten ook wat front-end developers bij. Want je ziet gewoon, ja, weet je, het is gewoon ook wat we nu hebben, is een front-end in elkaar gebutst door back-enders. En dat is ook wel te zien aan de user experience die je hebt, zeg maar. Dus, nou ja, dus het future verhaal is, ze zijn al wat aan het wireframen van hoe dingen er dan uit zouden kunnen zien. En certificaatjes die je dan straks kan halen, zeg maar. Want we willen ook dat als je een bepaald learning path hebt gevolgd, dat je dus ook gecertificeerd kan raken. Dus we proberen een beetje, nou ja, echt zoveel mogelijk open aan te kunnen bieden van, hey, van A tot Z, alles leren op het gebied van application security. En dan ook, nou ja, je proof dat je dus door dat hele curriculum heen bent geweest. En wat we nou dus ook aan het doen zijn, is we hebben dus in de backend zijn we nou bezig met een graph database. Zodat we dus ook makkelijker learning paths kunnen maken en componenten aan elkaar kunnen hangen. En dat je straks ziet van, hey, gegeven dat je deze labs hebt gedaan, dan heb je deze ASVS controls, heb je wat over geleerd. Dus dat we dat weer allemaal terug naar elkaar kunnen mappen, zeg maar. Dus ja. Dus we zijn ook met dit soort dingen aan het stoeien om te kijken van, hey, dat is best wel interessant. Omdat je dan wat meetbaarder kan maken welke onderdelen je nou precies echt kennis van hebt opgedaan, zeg maar. Nou, gaan we het hebben over het volgende deel, exploitation. Tenminste, het eerste deel. Ja, dit was een beetje de achtergrond. Nou krijg je een beetje idee wat is wat. En als ik zo tijd over heb, kan ik nog even een demootje geven. Nou, dit is een beetje hoe het hele hands-on gedeelte is ontstaan, zeg maar. Het is gewoon een lijst met verschillende soorten aanvalsvectoren. Dus we hebben dingen zoals path reversal, cross-site scripting, rate limiting, maar ook race conditions, server-side template injection, client-side template injection, cache poisoning, HTTP response splitting, bla. We hebben zoveel mogelijk inspiratie gehaald van andere platformen en gekeken, oké, wat bieden die aan, zoals bijvoorbeeld die Portsware Academy van Burp. Maar zo ook Pentester Labs en weet ik veel wat, zo zijn we over alles een beetje afgewezen en gekeken van oké, wat hebben hun wat wij niet hebben en daar zijn we labs voor gaan bouwen. Dus ja, maar wat je nou dus hebt, is je hebt een hele lange lijst met verschillende soorten aanvalsvectoren en dat is leuk als je wat wil spelen en je wil wat nieuwe dingen leren, maar ja, het is by no means echt een learning path, zeg maar, dus vandaar dat we dus die trainingen hebben gemaakt uiteindelijk. Nou, je kan dan een lab opstarten. Wat er dan eigenlijk onder de hoed gebeurt is, er wordt een deployment klaargezet via RabbitMQ, dus je krijgt een eigen deployment van je labomgeving in een apart Kubernetes cluster op je eigen namespace. Dus dan krijg je ook niet dat er interference is van andere mensen. Stel nou, je bent bijvoorbeeld cross-site request forgery aan het trainen en iemand anders is jouw values de hele tijd aan het updaten. Ja, dat is echt super annoying. Dus we dachten, oké, iedereen moet zijn eigen omgeving hebben en zijn eigen sandboxed speelomgeving. Dus dat is dus wat er onder water gebeurt op het moment dat ze zeggen, oké, geef mij een lab. Dan krijg je dus een URL terug. En daar staat je lab klaar en daar kun je dus op gaan oefenen, zeg maar. Nou, in dit geval heb je een voorbeeld van de LFI Directory Traversal Lab. Nou, wat ik al zei, we hebben dus ook voor al die dingen hebben dus write-ups gemaakt. Dus elk lab is ook gekoppeld aan een Gitbook item. En daar heb je dus het hele riedeltje van, oké, als je dus naar de code gaat kijken, dan zie je dit. En als je de applicatie gaat spelen en je gaat een beetje afvoelen, wat is de gedraging van de applicatie en je doet X, Y, Z, dan zie je dit terugkomen. Dat zijn weer goede indicators dat het wel eens kwetsbaar zou kunnen zijn voor dit type aanval. En dan uiteindelijk ook van, oké, hoe exploit je dat dan? Dus zo word je dus ook door de hele write-ups heen geguide, zeg maar. En wat je dan dus ook gaat zien als je dus de write-ups gaat gebruiken, en dat heeft ook weer een reden. Dus we hebben dus alle labs in meerdere programmeertalen, omdat we dus ook labs hebben waar je dus daadwerkelijk, en daar komen we zo meteen op terug, gaat leren hoe je code moet fixen. En dat is voor zowel developers als voor pentesters is dat handig, hè? Want stel nou je hebt wat gevonden, maar je, ja, oké, maar hoe fix ik het? En ja, het enige antwoord wat je geeft is, je rent daar gewoon weg. En je ziet zo'n stofwolk, daar heeft ook niemand wel aan, snap je? Dus het idee is ook van, nou ja, ook voor beide disciplines, oké, hoe ga ik nou daadwerkelijk ook dingen fixen uiteindelijk? Vandaar dat alle labs die je ziet, nou, die zijn dus ook in meerdere programmeertalen. We hebben ze nou op dit moment in Python, we hebben ze in Node.js, we hebben ze in Java. Microsoft helpt ons met labs te bouwen in C#.
En op de roadmap staat ergens nog een keer om de labs ook te bouwen in Ruby. En dan hebben we wel een aardige coverage, denk ik. Nou, een van de andere dingen die je dus ook kan doen met SCF, dat is dat stukje mitigatie, zeg maar. Mitigatie is vooral in mijn ogen zorgen dat je de juiste requirements op de juiste plek krijgt. En idealiter, hè, überhaupt voordat je code hebt geschreven. En dat meest gunstige scenario, het hele shift left idee van oh, het is zo vroeg mogelijk in het SSTLC. Nou, daar hebben we dus ook, en dat is ook een beetje waar we begonnen zijn, en daar hebben we dus die ASVS voor gebruikt. ASVS heeft 3 verschillende levels. Nou ja, 1 is opportunistic. Idealiter zou je level 1 ook geautomatiseerd moeten kunnen testen. Dus daar zou je ZAP voor kunnen gebruiken of andere testtools om dus ASVS level 1 af te dekken. En dan heb je ook nog level 2, level 3. Obviously, hoe hoger je in het level gaat, hoe complexer de controls zijn die je tegenkomt. Maar goed, dit is een goede guidance van oké, stel nou je wil feature X gaan bouwen, zoals je bijvoorbeeld, Dus hoe wij ASVS gebruiken is oké, je hebt de checklist, je haalt de requirements uit de checklist, wat ik al zei. Hè. Normaal gesproken heb je je use story, dan heb je een subset aan acceptance criteria, maar vanuit de ASVS kun je dus acceptance criteria voor security halen. En die kun je dus gaan meenemen tijdens development en voor je testcases. En dan, nou ja, als het goed is, zouden mensen daar dan ook testen voor moeten schrijven. Dus dan heb je daar alvast een mooie dekking. Maar goed, hier heb je dan een stukje voorbeeld. Hè. Stel nou, dit is dan dat LFV-lab. Van oké, iemand wil een stukje tekst kunnen uitlezen, want we hebben wat tekstfiles en mensen moeten dat kunnen lezen. Nou, wat je kan doen is, je kan binnen SKF, we hebben een soort van expert wizard gebouwd met een klein stukje questionnaire erachter. En als je dan door die questionnaire heen gaat, dan krijg je dus uiteindelijk alleen een klein subset van de ASVS controls die dus in die hele ASVS zitten. Want je wil niet door alle 281 ASVS controls heen hoeven scrollen de hele tijd. Want ja, wie heeft daar zin in? Ik niet in ieder geval. Dus dan, als je dan door die wizard heen gaat, dan zie je dus oké. Het geeft je een subset aan controls terug die je kan gebruiken als acceptance criteria voor je use story. En dan weet die developer ook van, check, hij heeft meer context. Gegeven dat ik dit bouw, zou dit het risico kunnen zijn, dus dat wil ik graag afdekken. Nou, nadat het dan gebouwd is, kun je refereren naar de labs, want dan krijg je ook een idee van hoe je dat dan daadwerkelijk zou moeten testen. Dus nadat het gebouwd is, heb je ook de skillset, als het goed is, om zelf nog een stukje verificatie te doen. Of dat wat je hebt opgeleverd, of dat kwetsbaar is, ja of nee. Dus dat is een beetje de flow. Oké, dan komen we nou bij het automation deel. Zometeen heb ik een klein voorbeeldje van ons, HackOS is het zeg maar. HackOS is eigenlijk gewoon een container image met Apache Guacamole erin, die jou een Debian omgeving geeft vanuit SKF. En daar heb je gewoon al een subset aan tools in waarmee je dus kan gaan testen van hey, gegeven dat ik denk dat ik een fix heb gedaan op een codevoorbeeld, is het dan ook daadwerkelijk veilig? Dus wat er dan gebeurt is, we draaien ZAP scans, we draaien SAMGRAP, we zijn ook bezig met templates aan het bouwen voor nuclei. En dat geeft je een indicatie van oké, ik heb het gebouwd, maar is het dan ook daadwerkelijk veilig? Nou, je hebt wat voorbeelden van ZAP, dus als je ZAP draait, dan zie je dus, hij haalt dus die path traversal vulnerability eruit. Stel nou dat je daar wat mee hebt gesleuteld en je denkt dat je een fix hebt gedaan. Nou, dan kun je dus die scan aftrappen en die gaat jou vertellen of je het nou daadwerkelijk wel of niet goed gedaan hebt. Voor alle flaws in de business logica hebben we dus Zest gebruikt. En wat het mooie is aan Zest is een onderdeel van ZAP. Maar wat je daar kan doen is, je kan HTTP-requests achter elkaar recorden en replayen en dan assertions maken op de responses of de requests die je maakt. Dus dat is bijvoorbeeld handig. Hè? Stel nou je changed een identifier, je krijgt andere informatie terug, dan kunnen we een assertion doen van hey, gegeven dat ik dit ID verander, maar ik krijg die data terug, dan weten we dat dit lek nog in zit. En zo hebben we dat stukje automatisering geprobeerd te doen voor de flaws en de business logica. Dus daar hebben we dus echt gewoon Zest voor gebruikt. Dus het werkt een beetje hetzelfde als Selenium webbrowser. Dus wat je kan doen is, oké, je start ZAP, je proxyt alle requests door ZAP heen, dan kun je daar dus recordings van maken. ZAP slaat dan al die HTTP requests op en die kun je dan gewoon blijven replayen. En wat ik al zei, dan kun je dus assertions maken op de data die terugkomt.
En dat is best wel interessant. En dat is dus ook wat we gebruikt hebben om die business flaw vulnerabilities te reproduceren. Dus hier heb je, zie je bijvoorbeeld, hier heb ik een recording van een insecure direct object reference in een GraphQL lab die we hebben. Nou, dan zie je daar, het slaat gewoon alle requests op in een JSON format. En die kun je dan gewoon blijven replayen. En dan, ja, dat is handig. Nou, je hebt dus ook, ik zou zo het laten zien wat we nu hebben. Dus we hebben nu direct tegen de Python API, of de client, de Python client tegen de API van Zap aangecommuniceerd om deze test te kunnen maken, zeg maar. Maar Zap heeft tegenwoordig ook iets, dat heet het Automation Framework. En binnen het Automation Framework kun je dus ook al die stappen vastleggen in YAML, wat op zich ook wel redelijk handig is. Maar toen we dit net gingen bouwen was dit nog redelijk bleeding edge. Toen zagen we dus, nou, dit loopt nog met enige regelmaat vast en dit werkt niet helemaal zoals het hoort. Maar dit is wel uiteindelijk waar we heen willen. Dus je ziet dus ook hier in dit YAML voorbeeld van, hey, we runnen die zes script, we draaien die zes script. En we starten dan bijvoorbeeld ook een passive scan, maar dan ook met een bepaald ID, met alleen een rule ID. Dus dan hoef je niet de hele suite aan tests te draaien, maar Zap heeft een rule engine. Elke rule in die rule engine heeft een ID, dus dan kan ik via het automation framework zeggen, oh ja, maar scan alleen even met dit ID en dan hoeft hij niet de hele suite te draaien, dus dan worden de tests een stuk sneller. Dus dat is ook best nice. Dus we hopen deze slag ook nog een keer te maken. Nou, het mooie is dan, wat ik al zei, Zap draait gewoon lekker mee via Docker. Dus je zou, wat wij dus nou in de guacamole box hebben, is je kan gewoon een script aftrappen en die gaat gewoon testen. Maar mocht je dit zelf via CI/CD pipelines willen gebruiken, dan is het simpel als dat. Je zorgt gewoon dat je je test suite of de test die je wilt draaien defineert in het automation framework YAML file. En dan kun je hem gewoon vanuit Docker aftrappen en dan gaat hij alle scans uitvoeren. En dat is super handig. Nou, dat is ook SamGrep. Hier zie je dus de output van SamGrep die dus over de code heen is gegaan. Dus je hebt gekeken van, hey, SamGrep is niet zo fancy zoals bijvoorbeeld wat je ziet met 4-5 checkmarks. Dat het een vertaling doet naar een eigen bytecode en dat het taint analysis doet. En de code door de applicatie heen volgt en whatever. SamGrep is een beetje glorified grepping. Maar het is wel een hele goede manier om, nou ja, door de semantics van de app heen te lopen. Te zeggen van, hey, gegeven dat er dus ergens een file operator is waar user input direct in komt. Dan weet SamGrep van, hey, wacht even, dit zou best wel eens een directory traversal kunnen zijn. En doordat het dus ook niet al die vertaalslagen hoeft te doen en die taint analysis, is het overigens ook een heel stuk sneller dan alle andere tools die je vindt, zeg maar. Dus is, en het is ook open source. Dus SamGrep zelf is open source en daar hebben ze een subset aan community rules, want je kan dus de regels van hoe SamGrep grabbed door een applicatie heen, kun je dus ook vastleggen in YAML. En ze hebben dus ook een commerciële rules, dus als je dit afneemt als een service, dan krijg je ook al die dingen. Maar goed, als je kijkt naar alle community rules, dan heb je al best wel een mooie coverage aan dingen die je vindt. Dus ik zou zeker adviseren om ook eens een keer naar SamGrep te kijken voor testautomatisering op het gebied van SAST, statische codeanalyse. Nou, dan heb ik hier een voorbeeldje van hoe die guacamole box eruit ziet. Dus wat je ziet is, het heeft een text editor, het heeft de tools erin zitten, het heeft de labs erin zitten, het heeft een terminal waar je dus die scripts mee kan aftrappen voor die testautomatisering. En daar heb je dus eigenlijk gewoon alles mooi bij elkaar, zodat je niet zelf eerst nog machines hoeft in te richten of whatever. Maar je kan dus gelijk vanuit de training gewoon zeggen van, ik wil dit gaan doen. Je start die guacamole box op, je krijgt die RDP-sessie en je kan vanuit hieruit kun je gewoon lekker spelen en gewoon wat op discovery met die attack vectors, zeg maar, die behandeld zijn tijdens de training. Nou, die heb je dus een voorbeeldje van de training, maar ik denk dat het allermooiste is om gewoon even naar SKF te gaan. Oh ja, dat is ook wel grappig. Dit is dus wat ik bedoelde, want nu hebben we dit. Dit doet ongeveer hetzelfde als wat je net zag met het automation framework. Alleen hier zie je dat we gewoon direct tegen de Zap API aan communiceren, zeg maar.
En dat je dus het start een new session, het disable the passive scans, het load the SES scripts, het run the SES scripts en dan kunnen we nog kiezen tussen passive of active scans. Dus dit is helemaal gescript door onszelf en dit kun je in principe ook gewoon zo vanuit je pipeline aftrappen. Net als wat je zag met het voorbeeld van de YAML files met het automation framework. Maar ja, wat ik al zei, dat was nog niet helemaal stabiel in de tijd dat we het gebruikten. Maar je kan dus ook het hele verloop van een scan, hoe je ZAP wil gebruiken, zeg maar. Hè, want het is een dynamische scanning tool. Kun je dus ook gewoon scripten via hun Python client. Dus dat is op zich ook wel nice om te weten. En dan heb je hier ook... dit zijn dus die zes scripts. Alle HTTP-requests die zijn opgenomen en worden gereplayed. Dat gebruiken we dan ook veelal in het begin van een test, zodat ZAP de scope leert. Hè, want hij proxied dus alle requests die door ZAP worden gedaan, door Zest, die worden geproxied door ZAP heen. Kun je trouwens ook doen met Selenium. Dat is ook best wel nice. Dus je kan ook al je Selenium tests, of whatever end-to-end testing framework dat je hebt, door ZAP heen proxyen. Dan leert hij de scope van de applicatie. Dat is best wel kicken trouwens. En dan heb je hier nog de policies. Dus elke keer als we een scan aftrappen, dan gebruiken we vanuit de rules engine één policy. En dan duurt je scan gewoon niet zo lang. Dus dat is wel nice. Maar goed, hier hebben we dus... Oh ja, en hier heb je trouwens ook nuclei. Ik heb geen idee. Ik vind het heel vervelend om het uit te spreken, merk ik. Maar hier kun je dus ook helemaal templaten in YAML, hoe je dus wil dat een scan wordt afgetrapt. Dus hier zijn we er ook nog mee aan het spelen. Dus binnenkort zit dit ook in die Apache Guacamole box. Nou, without further ado. Nou, dit is dus het nieuwe Security Knowledge Framework. Wat ik dus net al zei, hè, hier heb je dus dat deel waar je dus die security requirements kan genereren. Nou, het is gewoon een open demo, dus je ziet mensen spelen er goed mee. Wat je dus gewoon kan doen is je door die wizard heen. En dan kun je dus vanuit hier zeggen van niet custom, die is niet ingevuld. Web applications, en dan kun je de maturity level kiezen, want wat hier achter zit is effectief dat ACS, right? En dan kun je dus zeggen van, stel nou voor die local file inclusion, ik wil file and resource verification requirements, validation, sanitization en encoding van de ASVS. En dan zou je dus hier kunnen zeggen, input validation requirements wil ik graag hebben. En getting files from the local file system, yes. En dan ga je daar dan doorheen. Create new. Bla bla. Ik heb super veel inspiratie voor de naam. Nou, dan gaat hij dus vanuit door de hele ASVS heen, gaat hij dus puur en alleen die requirements bij elkaar scaffolden die op dat moment van je van toepassing zijn, zeg maar. Dus dan zie je dus, wat ik al zei, als je dat dus doet, dan zie je, verify that the application protects against local file inclusion attacks. En dan heb je hier wat meer informatie van, hoe werkt dat dan precies, wat wordt er dan gedaan. Hier zie je wat voorbeelden van hoe het er dan uitziet, maar ook wat het bijvoorbeeld zegt is dat je ook rekening moet houden met recursion. Want wat we best wel vaak zien is dat als mensen path reversal proberen te mitigeren, dat ze dan een replace doen op ... Nou ja, wat mensen dan doen is ... en dan wordt ... weggefilterd. En dan hou je dus een path reversal over. Dit waarschuwt daar een beetje voor. Dat zegt van dit is niet de right approach. Dus je zou het beter zo moeten aanpakken. Anders hou je jezelf open voor aanvalsfactoren. En in principe, als je dat dan zou correleren ook met... verify that structured data are strongly typed. Dus je weet ongeveer wat het format is van je file names en welke files er vandaan gehaald worden. Dus daar kun je dan alvast op anticiperen dat je zegt, defense in depth. Dus we zorgen ervoor dat je niet buiten dat pad wat je gekregen hebt kan zoeken naar andere files. Dus dat je etc shadow, etc password kan ophalen of whatever. Maar bijvoorbeeld, je zou een matrix kunnen maken dat je vanuit de applicatie zegt, ik heb hier een dropdown, hier heb ik values, maar van die values maak ik 1, 2, 3. Dat is wat in de app binnenkomt, dus dan zou je kunnen zeggen, strongly typed, check ik of de value die de applicatie binnenkomt een integer is. En vanuit je matrix zeg je dan, dit identifier hoort bij deze file name en dat die op die manier onder water voor je wordt opgehaald. Want wat je dan bereikt is dat je minimale controle geeft over...
welke data die applicatie ingaat. Hè? En dat je dus altijd binnen die intended operation van die app kan werken. En dat je daar ook heel erg sterk op kan enforceren op zo'n manier. Nou, dat zijn dan een beetje de adviezen die hier dan naar terugkomen van, hey, gegeven dat je dit wil bouwen, zorg er dan voor dat je met deze dingen rekening houdt. Dat is dus het requirements gedeelte, zeg maar. Nou, dan heb je hier dus de labs. En dan zou ik dus, het is gewoon hetzelfde als in de slides, right? Dus je klikt dat ding aan, je krijgt dus hier die URL terug. En wat ik al zei, het is echt een shitty design, want wie de fuck wil nou die URL copy-pasten, terwijl dat ook een link had kunnen zijn. Ja, maar ja, dit krijg je dus als je backend gasten frontend laat bouwen. Maar dan heb je hier dus het voorbeeld van de lab. En dan zou je dus kunnen zeggen, hey, development tools, for shits and giggles, laten we het dan gewoon even doen. Dus dan zie je hier al, oh nee, hij haalt vanuit een testfolder een intro.txt op. What could possibly go wrong, right? Nou, en dan doen we dus zo, en dan submitten we hem, en dan, oh nee. Nou, dus weet je, dus wat ik al zei, dus je krijgt een sandbox omgeving met één dingetje erin om puur dat aanvalsvector te leren, zeg maar. En voor elk lab hebben we dan wat verschillende smaakjes met wat verschillende moeilijkheden, zeg maar. Maar wat je dus ook kan doen is van, nou, stel nou je komt er echt niet uit of je wil, hè, zoals wat ik in het begin wou, die guidance bij, oké, maar wat betekent het nou, waar moet ik nou kijken, hoe moet ik het exploiten, heb je hier dus zeg maar gewoon die write-ups erbij die je wat meer aan de hand nemen om je daarover uit te leggen, zeg maar. Dus als er dan een attack factor is wat je echt voor de allereerste keer probeert te exploiten, nou, dan heb je hier iets wat je mee bij de hand kan nemen om je er echt over te vertellen wat er nou precies misgaat en waar je naar moet kijken en dat soort dingen meer. Nou, dan hebben we dus hier ook tijd in de gaten. Zie nou dat zo'n timer handig is, zelfs voor mensen van mijn leeftijd. Dus wat je nou krijgt is, hier hebben we een subset aan training profiles. Nou, hier hebben we een basis voor secure development. Dit is de fundamentals course van David Wheeler van de Linux Foundation. Dus als je deze hebt afgelopen, dan kun je naar de site van de Linux Foundation, dan kun je een examen doen, dan kun je hier een certificaat verhalen. Deze is voornamelijk bedoeld voor introductie, dus hier zit niet echt heel veel hands-on stuff tussen. Maar wel leuk om door te lezen. En hier hebben bijvoorbeeld dus ook Hacking Web en API. En dit is dus allemaal gebaseerd op de Web Security Testing Guide. Dus we hebben al die content gepakt. We hebben hier stukjes questionnaire tussendoor gedaan om te kijken of je de context van de content goed begrepen hebt. En dan tussendoor hebben dus ook labs. Nou, dat begint voornamelijk bij input validation. Dus hier heb je dus, hier kun je dus door het materiaal heen lezen, zeg maar. Nou, daar heb je dus nog wat questionnaires om te kijken of je de context begrepen hebt. Ja, ja. En als je dan doorklikt, dan krijg je dus uiteindelijk die Apache Guacamole box, waar je dus die test aan gaat draaien. En dat ziet er dan zo uit. Hij valt wel goed. Kijk, en wat ik al zei, dus je hebt je dus die terminal die je kan gebruiken. Je hebt je text editor. Dus vanuit hieruit kun je dus al die dingetjes gaan oefenen, wat je al hebt gezien vanuit de slides net. Nou, dat is dan wat je hier krijgt. Dus hier heb je gewoon je ingerichte omgeving om dus die tools te kunnen aftrappen en changes te kunnen maken aan die code, zeg maar. Dus wat je hier ziet is open, nee, niet file, folder alsjeblieft. Open folder, home. Kijk, hier zitten dan de Python labs in. Dus dan kun je vanuit hieruit changes gaan doen en dan die testen aftrappen om te kijken of je het goed gedaan hebt. Nou, dat is dus het framework, alles wat erin zit. Oh ja, en wat op zich misschien ook nog even leuk om te highlighten, wat ik al zei, ASVS is echt super compleet. Dus als je ooit, want je zou iets van een list-centric, als je ooit een list-centric threat modeling approach wil hebben op dingen waar je wat inspiratie haalt uit een checklist, hè? Want dat zou je bijvoorbeeld ook met dat attack framework kunnen doen van Mitre, maar over het algemeen vind ik dit iets completer, want wat je ziet is, het gaat over architecture, design en threat modeling, dus ook hoe je je software security development lifecycle inricht,
Dat je dus inderdaad de software composition analysis wil gaan doen. Dus dat je een S-bom genereert, software bill of material. En dat je alles wat daaruit komt, dat je dat ook wil kunnen correleren aan CVE's. En dat je al die dingen dus in je pipelines inbouwt. Je SAST, zoals dus bijvoorbeeld SAMGRAP, dat je dat gaat inbouwen. Nou, dat staat dus allemaal hierin. Dus hier heb je dus het overzicht van de lijst. Nou, dit zijn allemaal controls waar je dus mee rekening mee zou kunnen houden als je architecture design en threat modeling aan het doen bent. Maar er zitten dus ook spullen voor authentication verification requirements, session management verification requirements. Hè. Gebruik je HTTP-only attributes, gebruik je same-site attributes, gebruik je secure attributes op alle session rommel die gezet wordt in de browser. Maar access control, validation, sanitization en encoding, stored cryptography, error handling, data protection, communication verification requirements, malicious code verification requirements, business logic verification requirements, file keys, alles zit erin. Ja, exact. Nee, maar om even een punt te maken, als je zeg maar echt een lijst zoekt die compleet is, dan kom je dus uit bij de ASVS. Dus ja, als je gaat threat modelen, maar je wil een list-centric approach, dan kan ik je echt aanraden om naar de ASVS te kijken. Nou, dan heb ik nog 4 minuten over voor vragen als mensen vragen hebben. Zijn er nog vragen? Kan niet zo duidelijk zijn. Oh, heel veel huiswerk. Heel veel afkorting. Waar staat ASVS voor? Oh, lekker hoor. Oké, geen vragen meer? Nee, en wat misschien ook wel handig is, ik zou ook, want ik neem aan dat jullie ook die slides wel doorsturen ook toch? Ja, ik zorg ook dat alle links naar de GitHub repo's erin staan, want die heb je dus, die ZAP-test. Hier heb je het hele framework aan zich en hier heb je alle labs. En alles is dus gewoon open source. Je kan ermee doen wat je wil. Je kan ervoor kiezen om het dus in het framework zelf alle curriculums te volgen. Ook alle trainingsmateriaal wat er staat, dat zit netjes in markdowns, dat staat op GitHub. Dus ja, weet je, doe ermee wat je wil en maak jezelf vooral wijzer. Dat is een beetje de intentie van wat we gebouwd hebben. Je hebt nog 2 updates te doen. Ja. Okay. Nou, dat was hem. Laatste kans. Geen vragen meer. Oké, hartelijk dank.